Investeren in vitaliteit op de werkvloer kan op 1001 verschillende manieren. Hoe pakken jullie dat aan? Dat wil ik graag weten. Daarom ga ik, Gregory Sedok, op bezoek bij verschillende bedrijven. Vandaag ben ik in Vianen waar ik in gesprek ga met Tineke van Miele. Dit is Zo doen zij het. Goedemorgen, Tineke. Hoi Gregory, welkom bij Miele. Ja, dat zegt het wel. Een prachtige locatie. Wat doe jij hier bij Miele? Ik ben verantwoordelijk voor de interne communicatie en voor de arbeidsmarktcommunicatie. En hoe zorgen jullie nou om de fysieke gezondheid van medewerkers te stimuleren of te bevorderen? Ja, eigenlijk doen we best wel veel. We hadden al langer bijvoorbeeld een fietsplan en een vitaliteitsvergoeding, zodat mensen daarvan kunnen gaan sporten. Mm-hmm. En afgelopen jaar hebben we een breder aanbod geïntroduceerd met onder andere de mogelijkheid om een uitgebreide healthcheck te laten doen met een coachingsprogramma van 16 weken daaraan vast. Yeah. We bieden een online platform aan voor mentale coaching of bij mentale vraagstukken. Als mensen dat graag willen. En we bieden het gebruik van de ASR Vitality app aan om zo bewegen te stimuleren en mooi te bevorderen. Ja, heel goed. En tegen welke uitdagingen lopen jullie aan op het gebied van vitaliteit? We hebben best wel een heel gevarieerd personeelsbestand. We hebben technici die buiten werken. We hebben natuurlijk mensen die op kantoor zitten. Ook bij leeftijd best wel gevarieerd. Mm-hmm. Dus het is soms lastig om een aanbod te vinden wat ook voor iedereen relevant is. En hoe probeer je dat dan aan te pakken? Ja, we werken met een vitaliteitswerkgroep en in die werkgroep zitten medewerkers van allerlei verschillende afdelingen. En zo proberen we ook echt wel, ik zou kunnen zeggen, de stem van al die afdelingen mee te laten wegen in de keuzes die we maken. En wat doen jullie nou anders dan veel andere organisaties op het gebied van vitaliteit? Ja, toen we startten met het vitaliteitsprogramma zaten we in een lockdown en toen hebben we hem afgetrapt met een hele leuke livestream waarbij alle collega's vanuit huis konden meekijken en we daar de nieuwe initiatieven hebben gepresenteerd samen met de partijen waarmee we samenwerken. Nou, dat is inderdaad wel heel erg tof. En welk effect heeft ASR Vitality op de werkvloer? Ja, wat we merken door dat aan te bieden is dat mensen meer met elkaar gaan praten over bewegen en vitaliteit. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk ook altijd mensen die een beetje competitief zijn, dus hun punten gaan vergelijken. Dus het wordt daardoor alleen al meer gespreksonderwerp. Ja, want van alle deelnemers doet 60% actief mee. Hoe verklaar je dat hoge percentage? Ja, we doen wel heel erg ons best om dat continu onder de aandacht te blijven brengen. Dus door bijvoorbeeld berichtjes op intranet te plaatsen, een vitaliteitsnieuwsbrief te sturen. Maar ook door bijvoorbeeld vanuit die vitaliteitswerkgroep zelf collega's te blijven aanspreken op de initiatieven die we hebben. Precies. En hoe motiveren ze elkaar? Je ziet dat er toch wel mensen zijn die dan een beetje op die punten zitten en elkaar daarop aanspreken. Maar we vragen ook heel actief mensen die meedoen om hun ervaringen te delen. Zodat anderen ook daarvan kunnen teruglezen en terughoren hoe dat bevalt. En wat doen jullie voor een gezonde werk- en privébalans? Ja, dat kan soms best wel een uitdaging zijn. Wat we in ieder geval heel erg proberen is om de leidinggevende te stimuleren om dat te herkennen bij hun medewerkers. Mm-hmm. En dan ook dat vitaliteitsaanbod onder de aandacht te brengen als dat op dat moment kan helpen. En hebben jullie de gouden tip binnen Miele om je werknemers vitaal te houden? Ja, wat wij wel heel belangrijk vinden is om de medewerkers echt te betrekken bij dat vitaliteitsprogramma. Onder andere dus door die werkgroep en ook door mensen te vragen wat ze belangrijk vinden. Zodat het ook echt wel iets is waar ze mee aan de slag willen gaan. Precies. En waarin zouden jullie je nog willen verbeteren? We hebben afgelopen jaar enquête gehouden en die vraag ook gesteld aan onze collega's. En daar kwam in ieder geval het thema gezond eten uit. We hebben hier een lekkere gezonde lunch, maar ook recepten waar mensen thuis mee aan de slag kunnen. Dus die willen we heel graag gaan invullen komend jaar met onze chefs. En op de wat langere termijn willen we ook wel gaan kijken of dat we misschien voor speciale doelgroepen het programma ook kunnen uitbreiden. Dus denk aan jonge ouders of juist de wat oudere medewerkers. Lijkt me een heel mooi doel. Ja, dankjewel. Miele is lekker vitaal bezig. Denk jij nu, ik wil ook aan de slag met ASR Vitality? Ga dan naar de website en wie weet kom ik de volgende keer bij jullie langs.